Twee grote schuren met daarin onder meer een timmerbedrijf gingen gisteren in vlammen op. Het monumentale voorhuis van de boerderij aan de Zeildijksterweg bleef op het nippertje gespaard. In eerste instantie werd gevreesd dat de pyromaan van het zand opnieuw had toegeslagen. Maar de politie hield het uiteindelijk op een oververhitte kachel. De technische recherche heeft dat nu bevestigd. Omdat er bij de brand asbest is vrijgekomen, was de Zeildijksterweg ook vandaag nog afgesloten voor het verkeer. De gemeente Loppersum verwacht dat de weg morgen aan het einde van de dag weer open kan.